Met nog 3 Grand Prix te gaan in 2020 is het nog altijd niet duidelijk wie er volgend jaar naast Max Verstappen zal rijden bij Red Bull. Alexander Albon staat onder ongelooflijk veel druk en Sergio Perez staat dan ook op de lijst om hem te vervangen. Volgens Mark Hughes, F1-expert bij Sky Sport, zou het team dan ook veel meer aan hem hebben. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Vergeet het dan zeker niet te doen. Het is helemaal gratis en op deze manier ben je gelijk op de hoogte van het allerlaatste Formule 1 nieuws. Druk daarvoor op de abonneerknop onder deze video. Albon weet niet echt goede zaken te doen bij het Oostenrijkse team. Week na week beweert men dat hij wel degelijk aan het verbeteren is. Maar afgezien van zijn podiumplek op Mugello heeft hij niet gek veel bijzonders gedaan dit jaar. Red Bull die heeft de knoop ook nog niet echt doorgehakt. Maar ondertussen staan er wel 2 coureurs in de wachtrij om de Britse tijd te vervangen. Sergio Perez die is daar één van en zou volgens Mark Hughes, Formule 1 expert bij Sky Sports, dan ook de beste optie zijn als teamgenoot van Max Verstappen. Red Bull heeft hem niet kunnen gebruiken om de strategie van Verstappen te ondersteunen door druk te zetten op een concurrent of zich te verdedigen tegen mogelijke bedreiging. Zo schreef hij in zijn column. Dit was van tevoren wel het doel, dat een tweede coureur de Nederlander zou kunnen ondersteunen tijdens de race, waardoor er een maximaal aantal punten gerealiseerd kan worden voor het team. Wat dat betreft was Albon nergens te bekennen tijdens de races, omdat hij vaak vast zat in het middenveld. Door zijn relatief slechte kwalificaties moest hij altijd verder naar achteren starten dan Verstappen, wat zijn snelheid tijdens de Grand Prix niet goed deed. Perez zou in dat opzicht veel beter bij Red Bull passen. Perez is snel en vechtlustig genoeg op de baan, zodat hij als onderdeel van de strategie van het hele team gebruikt kan worden op een manier die dit jaar met Albon gewoon niet mogelijk is geweest. Hij is qua statistieken niet de snelste man in de kwalificatie, maar er kan op vertrouwd worden dat hij de wagen op een representatieve plek neer weet te zetten, besluit de analist van Sky Sports. Het zou met de Mexicaan dan ook mogelijk zijn om met de Red Bull bolide standaard op de tweede startrij te positioneren. Maar goed, wat denk jij? Denk jij dat Perez volgend jaar bij Red Bull gaat rijden? Laat het weten in de comments hieronder. En volgens Michael Masi is de FIA bereid om de safety car periodes langer te laten duren, om zo de veiligheid van alle partijen te waarborgen. De raceleider wil naar de aanleiding van de gebeurtenissen in Imola namelijk extra gaan letten op de veiligheid van de marshals. Tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna deed er zich een zeer gevaarlijke situatie voor. In de slotfase van de race moest de safety car de baan betreden, zodat de bolide van Max Verstappen opgeruimd kon worden. Terwijl de safety car nog op de baan was, maakte ook George Russell een grove fout en belandde hij in de vangrail. Er kwamen vervolgens 3 marshals de baan op om het puin van zijn Williams bolide op te ruimen. Tegelijkertijd kregen 6 coureurs toestemming aan de safety car voorbij te gaan, zodat zij zich op die manier konden unlappen. Hierdoor ontstond er echter een levensgevaarlijke situatie. Terwijl de 3 marshals bezig waren met de auto van Russell, kwamen die desbetreffende coureurs namelijk in hoog tempo voorbij rijden. Michael Masi vertelt dat de FIA, naar aanleiding van deze gebeurtenissen in Imola, enkele goede gesprekken heeft gevoerd met de teambaas en de coureurs. We hebben de manier waarop we met de unlapping procedure omgaan al aangepast, op een manier die reeds besproken is met de teambaas en de coureurs, legt Masi in gesprek met racefans uit. Maar ik heb ze ook verteld dat het alsnog 1 of 2 ronden langer kan duren als we bezig zijn met de unlapping procedure. In Turkije ging het echter weer mis. De FIA liet de tweede kwalificatiesessie namelijk gewoon voor start gaan, ondanks dat enkele marshals nog op de baan bezig waren. Nou, Masi gaf eerder aan dat hij hier wel een goed gevoel bij had bij deze beslissing, maar denkt er nu toch wel wat anders over. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het een ideale situatie was. Maar je moet er altijd op de beste manier mee omgaan in de omstandigheden waarin de situatie zich voordoet. Toch benadrukt Masi dat het hier om een outlap ging en ze de nodige maatregelen hebben getroffen om de coureurs ruimschoots te waarschuwen. Bij een outlap is er eigenlijk ook veel minder reden om zo hard te pushen. Sommige fans hebben geklaagd dat de FIA te veel gefocust is op het houden van een show en niet op de veiligheid van de betrokkenen, maar daar wil Masi niets van horen. Ik heb altijd gezegd dat ik veel liever heb dat de marshals op de baan even goed ademhalen voordat ze reageren. Zelfs als dat betekent dat we 1 of zelfs 5 ronden extra onder de safety car moeten rijden. Er is geen reden om te haasten. Ik heb het veel liever dat het wordt gedaan. Het ziet er dan ook naar uit dat de safety car in de toekomst nog langer op de baan zal zijn. En nou ja, slecht nieuws voor Verstappen en Hamilton, die beide al hebben aangegeven dat het nu al te lang duurt. Zoals ik al zei, we leven en leren elke dag. Aldus Masi. En goed, dat was hem dan, de nieuwsspecial van woensdag 25 november. Vond je dit een leuke video? Laat het dan even weten in de comments hieronder. En vergeet ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!